De sectie medische specialisten van de Vereniging van Medici in Suriname, VMS, gaat vanaf maandag 6 december in actie. De acties zullen inhouden dat er vanaf maandag alleen nog SZF-verzekerden geholpen zullen worden die zodanige medische hulp behoeven, dat het uitblijven daarvan directe gevolgen zal hebben. Andere SZF-verzekerden worden dus uitgesloten. Personen van de particuliere verzekeraars worden normaal geholpen. De sectie medische specialisten is ontevreden dat er nu al 7 jaren geen tariefsaanpassing komt. Met de regering zijn er volgens de VMS gesprekken gevoerd om vanaf 1 juli 2021 een gefaseerde aanpassing van de tarieven te doen plaatsvinden via het SZF. Echter is het ondertekenen van een conceptovereenkomst tot nog toe uitgebleven. Gezien de ontstaande situatie heeft de regering 6 weken respijt gevraagd aan VMS voor nadere analyse. De redactie heeft SZF-directeur Amar Ranjit Singh geconfronteerd met deze kwestie. Ranjit Singh zegt niet op de hoogte te zijn van de actie van aanstaande maandag. Hij erkent wel dat er gesprekken lopen over een tariefsaanpassing en wil snel een oplossing voor dit probleem. In dat kader besloot hij gelijk contact op te nemen met de vicepresident. Hij doet er alles aan om de dienstverlening te garanderen aan de SZF-verzekerden.